De wegwerkzaamheden rond de U van Uden hebben een vertraging van 6 weken opgelopen. Nadat de Land van Ravensteinstraat nieuwe riolering en wegdek kreeg, is het werk doorgegaan aan de Cornetstraat. Door wisselende weersomstandigheden en de feestdagen is het werk enkele weken uitgelopen. Ook waren er problemen met de levering van lantaarnpalen. Vrijdag gaat de Cornetstraat, met aansluiting op het Muziekplein, weer open voor verkeer. Half maart gaat de rotonde bij supermarkt Jan Linders dicht. Alleen voor ambulance, bus en brandweer komt er een noodweg richting de A50. De rotonde wordt iets verlegd en er komt een dubbelzijdig fietspad. Als de rotonde klaar is, volgt de aanleg van nieuwe riolering en nieuwe bestrating van de Bitswijk. Dit is minder afhankelijk van weersomstandigheden, zodat de vertraging mogelijk weer ingehaald wordt. Volgens planning moet al het werk in oktober opgeleverd zijn.